En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Verwilderde katten in Nederland die een slachting aanrichten onder weidevogels en andere kleine zoogdieren. Wat moeten we met al die katten in de natuur, maar ook met gewoon de huiskat die zoveel slachtoffers maken? Nou, de wilde kat, misschien moet er iets aan gedaan worden om ze te vangen en te steriliseren of zo. De kat gewoon binnen laten, gewoon niet naar buiten laten gaan, want die sowieso niet in de nacht gewoon elke keer die deur dicht houden, dat die niet zomaar stiekem naar buiten kan lopen of zo. Ik zal zeggen, het is de natuur, maar het is wel zielig voor de vogels en anders, ja, dan maken de katten de vogels kapot. Dus ik zeg ook hetzelfde, hou je kat gewoon binnen de tijd. Ik hier van de katten, we verstikken van alles, maar we stikken niet van ons gedrag. Laten we ons gedrag veranderen. Daar zit de oplossing. Want je kunt wel mooi praten, maar dat lost niks op, hè. Dat lost niks op. Je moet ervan uitgaan dat als er katten is, heb je ook verantwoording en dan moet je hem laten steriliseren. Natuur is de natuur. Ik denk alleen de populatie van de katten door sterilisatie, wat ze in het buitenland ook allemaal doen, daar ben ik helemaal voor. Maar een kat is een kat, een roofdier is een roofdier. En daar moet een balans komen, maar ja, hoe dat tot stand komt, zou ik niet weten. Ik heb er een goede, gruwelijke hekel aan. Aan die katten die bij mij in de tuin komen. En ze komen altijd bij mij. Ik denk gewoon een belletje om. Maar beter zou het zijn om ze binnen te houden. Dat vind ik. Dat is mijn mening. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel moeilijk om een kat binnen te houden. Hè? Want het zijn natuurlijk wel een beetje van die roofdieren. Maar ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Die bijna 1,5 miljoen verwilderde katten. Ja. Die dus geen baasje hebben en overleven in de natuur. Wat moeten we daar dan mee? Opruimen. 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 Helder en duidelijk. Ja. Ja. Nee, weg ermee. Nee, daar ben ik niet voor. Nee, vangen, castreren, steriliseren, maar niet afschieten. Kers zouden bijvoorbeeld ook op katten mogen schieten? Voor mij wel. Afmaken? Afmaken klinkt een beetje... Ja, nou, klinkt cru. Maar... Ja, je snapt wat ik bedoel. Ja. Heen laten gaan. Desnoods met een euthanasie of zo. En dan denk ik van, dan ben je ook eerlijk in de zaken zoals ze zijn. En laten we nou allemaal niet hypocriet doen. Want het is allemaal dit, of het is allemaal zus, of het is allemaal zo. We zijn zelf schuldig aan de situatie die wij maken. Nou ja, kijk, het is natuurlijk het uitzoeken waard of het... Een natuurlijk proces is, hè? Zoals er heel veel in de natuur dieren elkaar hebben. Ja. Kikkers eten vliegen, gaan we ook niet de vliegen beschermen. Hè? Dus ja, wat voor schade richt het aan de natuur? En zijn dat bepaalde gebieden of kunnen we gebieden maken waar vogels veilig kunnen leven? Hè, dat zou ook een oplossing kunnen zijn.